Een zeer, zeer, zeer goede morgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remis. En ik heb voorgenomen. Het slaat er wat aan op mijn kanaal. Je hebt al de dashcambeelden 2024. Die gaan gewoon door. Omhoog dat het toch een succes is. Dat ik daar heel mooie commentaar en al op plaatst. Een goede commentaar. Ook al van verschillende YouTube kanalen gekregen. Dankjewel ook voor de goede commentaar, Dashcam Nederland. En nu ga ik rustig vertrekken richting mijn allerliefste schat toe. Ik ben blij dat die pijnstillers toch nu terug weer al wat effect hebben op mijn rug. Maar morgen, oh mannetjes. Voor jullie dan vandaag, die inspuiting. Oei, 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 oei. Ik heb daar heel veel schrik voor. Dan gaan ze met een naald blijkbaar dus echt tussen de ruggenwervels. Hè. Oh, en dat doet, dan gaat dat pijn doen. Hè. Oei, 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 oei. Oh, ik ga afzien. Een goede dag zeggen tegen geburen van de straat. Hè? Ik noem dat zo de buren van de straat. Altijd wel vriendelijk zijn. Hè? Oh man, ik ben nog wat moe. Nog iemand. Goede dag gezegd. Goedemorgen, morgen, goeiedag. Fijn dat ik de Alkenaren ontmoeten mag. Oh ja, ja, ja. Zeker weten. Dag Bart Juris, dag Danny Juris. Bart Juris en Danny Juris. Als dat ging, baf! Conflicten geeft. Ik weet het niet. En mijn notteke voor mij heeft weer geen pinker aan mijn schone. Ja. Nee, ik is stil gevallen. Oei, ja. Ik is stil gevallen. Mijn embryage ten aan ding geduwd. En nu kan ik over. Landida, dida, dida, dida. En mijn teller terug op 0 zetten. Dus als die teller op mijn dashboard op 0 tot de punt 30 staat, dan moet ik even ergens aan de kant gaan staan. Dan moet ik een kleine wandelingske maken. Een kleine wandelingske van plus minus 5 minuutjes en dan gaat het weer al wat beter met mijn rug. Daar ben ik wel blij om. Oh my, 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 het is druk verkeer, het is druk verkeer. Ja, en nu ben ik wel eens benieuwd. Ook naar mijn kijkers toe, dus de 18 plus kijkers. Wie gaat er eigenlijk allemaal stemmen? Ik steek mijn vinger al omhoog. Ik ga stemmen. Ik ga zondag mijn stem uitbrengen. Maar verdomd, ik weet het altijd niet op wie. Bart. Mark. Jade. Come on. Waarom maken jullie mij zo moeilijk? Als iemand van de politiekers die nu mijn vlog zit te kijken en de eerste reageert bijvoorbeeld de familie Jade of zo. Ah wel, dan stem ik op absoluut alke. Voilà, bijvoorbeeld. Als Mike Pinkston nu reageert op mijn vlogs of op mijn video, dan stem ik op Mike Pinkston. Als Bart Juris is ergens een hallo zegt van, of goed gemaakt video, dan stem ik op Bart Juris. Dus, ofwel Igor Fieltjes.
Viltjens of zoiets. Of Jan Robijens. Als jullie zeggen bijvoorbeeld, hallo, jullie hebben een goede vlog, dan, ja, dan stem ik bijvoorbeeld als Igor Viltjens dat heeft gedaan, of VLD. Oftewel, als Jan Robijns dat heeft gedaan, dan stem ik op vooruit. Voilà. Ja, die platen stonden hier net. En dan in een keer stond daar in een keer heel veel volk achter mij in een auto. Ja. Oh, oh. Allee mensen. Ik ga gewoon mijn camera nu uitzetten. En dan ga ik Google oproepen om mijn race te laten activeren. Want het is handen aan de stuur. Goed, mensen, tot later. Yo, yo, yo. Zo, kijk eens, terug thuis aangekomen. Dat had ik met een vlog in de upload staat. Yay. Ga ik subitus dashcambeelden commentaar geven. Dus na deze fragment, ik zal zeggen, pak een zachtje popcorn erbij. En geniet van weer van de geweldige beelden van de dashcam beelden. We gaan deze keer naar, wacht hè, ik ga het heel snel opzoeken. We gaan naar de hoeveelste plaats. Dashcam. We gaan dus naar wielrennen maakt gevaarlijke fout. Dashcam Nederland aflevering 4 kijken. Dus dankjewel ervoor. En dan zullen we nog Dashcam Nederland 2024 meest bizarre momenten. Zullen we ook dan nog eens even erbij nemen. En dan zal ik zeggen, geniet er maar van. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Welkom weer op de dashcam beelden. Heb je dashcambeelden, stuur je dashcambeelden video's op naar deze link waar hier onderaan ook staat. En we gaan eens even eens kijken wat er allemaal op de weg is gebeurd. We zitten hier in een witte auto, hier door een volle streep. Amai. Voorbij steken. En dan terug invoegen. Waarom? Oh my god, er kwamen tegenliggers aan. Oké, okay, het wordt er wat doorgespoeld. Dan zien we het er van plan. Kijk nog, het gewoon verkeerd over de rotonde. What the fuck? Ja, die gast heeft gelijk, die ging verkeerd op de rotonde. Die kerel is gek, man. Die is G-E-K. Gek. What the fuck? Oké, we zien hier groen lichten. Groen voor af te slaan. Groen om rechtdoor te gaan. En groen om naar rechts af te slaan. En groen voor links af te slaan. Oké, wat gaat er gebeuren? Rood voor de voetgangers. Ja, oké. Dus ik zit hier zo perfect op het kruispunt. Ik sta hier op deze stuk. Oké, dan kan ik perfect rechtdoor rijden. Hè? Zonder obstakel. Dus even kijken wat er gaat gebeuren. We gaan door, door, door. Oké, we hebben hier een invoegstrook. Daar gaat iets gebeuren. Daar heb ik het gevoel voor. Oh my god. Heb ik toch weer gelijk? Heb ik toch weer eens gelijk? Doe dat niet, alstublieft. Doe dat niet. Doe dat alstublieft niet. Je brengt jou in gevaar en de andere bestuurder in gevaar. Bestuurders misschien. Ja. Wat doet die notte hier onder mij? Die is zwarte. Oh my god. Op de pechstrook rijden? Mag niet. Mag totaal niet. Heb ik hier wel het geluid op staan? Ja. Mag totaal niet. Invoegstrook, daar gaat weer iemand daarover rijden. Werden we? En dan tussen de camion en de dashcam. OMG, nee, zelfs nog voor de camion. Allee, hoe zot kunt je zijn? Dat is doorgestroken lijn.
Oké, okay. We zitten hier om een baan van 50. Oké, okay, we gaan terug wat invoegen. Oké, okay, dat kan rustig aan. Joink! What the fuck? Hier is een sloot! Hier is een zachte berm. Als je daar zit opgevroken... Hoe... Ik kon het niet inbeelden hoe erg dat, dat het ongeval ging zijn dan. Hoe erg dat het ongeval ging zijn. Damn. Die kon gewoon over de kop zijn gevlogen. Doe dat alsjeblieft niet. Vertragen wat. Sluit achteraan aan. En kijk op het goede moment wanneer je kunt voorbijsteken. Z-U-T. Z-O-T. Z-U-T. Z-O-T. Oké. Het is rood, ja. Ja, oké. Het is rood luchten. Rij maar door. Jawel. Staat op de kamer. 97 GPS. Die gooit op de boven. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dan... Wow. What the... Zag je dat? Zag je die vingertje? Ja, dat is iets terugspoelen. Ja, hier. OMG, mannekeus. Wat alle, kom aan. Dat doet je toch niet. Oké, het is groen. Ja, oké, we vertrekken. Oh, die ging bijna spookrijden en dan nog voor, dan nog voor die in dashcam video bestuurder inschieten. Nee, doet je niet. Oh, die verliest iets. Deze auto vol. Die verliest iets precies. Zal ik eens terug spoelen. Groeit die daar iets uit? Ik kan het niet zien. Nee, die verloor gewoon iets. Deze auto vond dat hij niet hoeft te stoppen voor het rode licht. Voilà. Come on. Amai. Daar had een goede commentaar. Wat gaat hier gebeuren? Die gaat over de pijstrook, hè? Zo, mijn klot. Ja, ik was daar eigenlijk naar die blauwe hier zo daar aan het kijken. Ik was echt niet opgelet wat er voor langs die blauwe gebeurde. Maar je moet die rode auto ziet. Gaat hij hier naar boven? Zo, mijn klot. Maar doe dat als oh my god, man, dat was hard. Een nipte, ja. En die precies opera opstaan. Een vergadering houden kan tegenwoordig ook achterop de auto. Blijkbaar. Kan achter op de auto, ja. Mag allemaal. Allee, mannekes. Is dat voor een YouTube stunt of zo? Maar ik zie nergens geen camera's. Vluchtheuveltje, ja. Ik zie een bakfiets, ja. Komt van de reis, dus de bestuurder moet die voorlaten. Met een kietje daarin. De bestuurder besloot de auto van rechts geen voorrang te geven, terwijl hij dat wel hoort te krijgen. Dat was ook deze auto waar. Sprong voor de dashcammer, wat hij pas op het laatste moment door had. Oké. Okay. Wow. Kijk in uw dode hoek. 1. En dan zo wat. 2. Ah, daar is geen auto. Oké. En dan pas, hup, naar de versnelde rijstrook gaan. Oké dan. Joink. Helemaal terug. Waar gaat hij? Holy shit, dat was mijn nipte. Zat hij daar tegen? Nee, die zat er net niet tegen. Wauw, wel. Deze twee auto's zorgden samen voor een gevaarlijke situatie. Oké, okay, een gevaarlijke situatie voor het begin. Dat is bekeken. Holy shit! En dan nog wordt een volle streep, hè? Twink. Die dashcam-bestuurder moet dit hebben gedaan. Wacht even. Wacht even, want er is een brommer daar. Wacht even voor in te rijden. Twink. Nu heb je blikschade.
En dan blijven ze daar gewoon zitten ook nog. Oké. Huh? Wat doet die in auto? Kom aan. Rijd door op de rotonde. En ga niet stilstaan. Ik had als chauffeur nog gewoon gewacht. Alsjeblieft, je ziet dat er een auto komt op de hoofdweg. Jij hebt haaientanden. Jij moet wachten. Deze bestuurder dacht dat hij het nog snel kon redden voordat de auto er aankwam. Voilà. Eens even kijken wat hier gaat gebeuren. Hier hebben we een bestelwagentje. Die voegt hij... Wat? Spookrijder. Je moet aan de andere kant daar, waar die twee auto's daar zijn. Daar moet je zijn. Niet hier. Gevaarlijk. Ik hoop dat het gemeld is op de radio. Dan ontbreken ze soms ook wel eens het muziek en al. Wat gaat hier gebeuren? Wat? Ik was naar die vrachtwagen aan het kijken. Omdat hij naar die pechstrook ging. En wat kwam hier in één keer voor onze beeld? Hier, voilà, hier is hem al. Hier zie je dat zwart puntje al. Er was ergens iemand een wiel verloren. Voor deze pakketbezorger telt rood licht niet. Oké, dat is voor de volgende. Dus ik was er op het vorige fragment. Ik dacht dat de vrachtwagenchauffeur een move ging doen op de pechstrook kregen dan ofzo. Maar het is wel een hele goede ding wat hij doet. Dat al het verkeer wat kan de band kon verwijken. En nu moeten we naar een postbestuurder kijken. Dus die door het rood gaat. Dus even kijken. Dus groen licht voor ons. Dat is voor kiekenvel te krijgen als je bestuurder heet. Wat gaat hier gebeuren? Dus we zitten op een rotonde. Ja, oké. Meneer, jij moet geduld hebben. Jij hebt haaientanden. Jij moet stoppen. Want die onderste maakt geen manoeuvre. Jij maakt de manoeuvre, meneer. Want jij moet van rijstrook veranderen. Jij moet geduld hebben en niet voor iemand inschieten. Waardoor dat het te schaak geweest, denk ik. Deze auto ging midden op de weg stilstaan, wat zorgde voor een kettingbotsing. Oké, een kettingbotsing. Oei, oei. Eén. Ja. Toek van achter. Maar de bestuurder daar weer al van achter geeft daar ook weer al aan. Geen onvoldoende afstand. Probeer de regel 21, 22, 23. Dus van een object. Hè. Dus als je bijvoorbeeld hier deze lichtpaal ziet. Gefocust bijvoorbeeld op die noten, die passeert die en dan begin je te tellen. 21, 22, 23. Als je die afstand hebt, heb je genoeg afstand en kun je altijd op tijd ook je rem indrukken als er voor u iets gebeurt. We gaan hier kijken wat hier gaat gebeuren. We zien hier een vrachtwagen, een auto. Dit is ook de eerste keer dat ik die beelden zie. Hè. Daar staat iemand stil. Ja, met een pijl aan. Holy shit! Hoho! Hier moet je kijken. Die moest ferm op de rem gaan staan. Of zit die eronder? Ik weet het niet. Oeh, slechte kwaliteit. Het is wel groen. Oké, we mogen door, Die man, die staat daar voor niets, hè. Even terugspoelen. Hier, deze man, die staat daar voor niets, hè, die onder mij, hier. Die zegt rechtdoor. Dan moet je niet in één keer gaan inslaan, hè. En die heeft gelijk poep daarop. Deze auto had iets te veel haast. Oei, oké. Okay. Op een volle lijn, zeker. What the fuck? Wou die aan
Oh my god, gewoon echt op de stenen van de rotonde rijden. Holy shit. Hier zijn we... Oh my god, en dan nog een... En die dashcam bestuurder doet het verkeersagressie. Echt waar. Wat gaat hier gebeuren? Eens even kijken. Die stopt. Oké. Okay. Terug wat vooruit. En dan was het gedaan. Oké. Okay. Dan gaan we eens naar de volgende gaan. Wielrennen maakt gevaarlijke fout. Dashcamp Nederland aflevering 4. Dus de twee YouTube kanalen die ik nu in een review ook aan het geven ben van dashcam beelden. Die staan hier ook onderaan in de beschrijving. Ik hoop dat jullie het waarderen dat ik op jullie focus toch wat commentaar geef. Leuke commentaar geef. Want ik heb gezien ook dat jullie ook hebben gereageerd op een dashcam filmpje. Vlog en dashcam beelden 1 oktober. Daar heeft... Nee, daar hebben jullie dan niet gereageerd. Ik weet dat jullie eens hebben gereageerd. Want ik ben eens even mijn YouTube kanaal erbij aan het pakken. Even naar onder scrollen. Scroll. Maar joh, is er al zoveel gereageerd. Ja, ik vind het momenteel nu even niet terug. Oh. Dat is erg. Ik wil hun in de bloemetjes zetten. Te beoordelen. Oké. Waar is mijn gsm? Nee. Want het stond toch wel op mijn gsm. Even kijken, hè. Dat. YouTube Studio. Dan zit ik hier nog op 4G. Maar niet uit. Dan content. Reacties, daar moest ik kijken. Ik heb eens gezien dat ze wel ergens hebben gereageerd en dat vond ik wel echt heel, heel leuk. Maar ik vind het niet meer terug. Oh. Dat was onder uw eerste video. Ah, onder mijn eerste video, oké. Ja, want ik vind het echt niet meer terug. Nee, mensen. Ik ben aan het scrollen. Maar ik vind hem niet meer terug. Maar ze hebben wel gereageerd, dat weet ik wel. De channel waar ik nu een review ook weer ga opmaken. Voilà. Dit. Oké, we gaan eens kijken. Over een volle lijn. 1 fout. Tweede fout. Geen pinker hier aan. Allee, kom aan. Doe dat alstublieft niet. Zet uw pinker aan. Je hebt de afslag gemist. Ga rechtdoor. Want alle wegen leiden naar Rome toe. Pak dan de eerstvolgende afslag. Ga dan daar terug op de oprit van de autosnelweg. Pak dan de eerstvolgende afslag dan terug naar zich op de juiste afslag. Dankjewel voor de informatie. Wat gaat hier gebeuren? Oh yeah. Oh, die denkt oké. We pakken hier even de voorrang. Nope. Oh. Ja, eigenlijk moest het chauffeur wel gesteld. Maar, wat ik ook zie... Klein beetje terug. Geen helm. Plus, die gaat over haaien tanden, dus hij moest gestopt zijn. Godverdomme, ja. Oké, dat wordt goed geplukt. Top. Oké, die is al geblurred. Dat is ook al. Merci voor de blurring, dashcam Nederland. Wij hebben groen, dus de voetgangers hebben rood, dus dat betekent ook wachten. Tweede fout. Ik weet niet als dat hier ook in een zebrapad is, ongeveer. Maar ik denk dat dat gewoon de stippellijn is van de fietspad.
Hier is de voetpad, niet hier. Dus stik daarover. En wacht tot het groen is. Wat doe je? Maar wacht dan toch. Iedereen staat te kijken. En waarom is de economie slecht? Omdat mensen minder kinderen nemen en dus minder mensen werken. Ja. Ja, iedereen begint over te zeggen, maar als je in een auto ziet aankomen, bijvoorbeeld de laatste twee, wacht even op je geduld, want jij moet je voorrang geven, want die bestuurder, de dashcam filmer, die gaat rechtdoor, die maakt geen manoeuvre. Jullie maken manoeuvre, dus jullie moesten stoppen. Van alles er was het, ze hebben geen tentjes meer. Plus, die bestuurder van de bromfiets moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen, want die heeft zelfs hier ook, ik zie hier, een passagier bij. Je speelt met twee levens, eigenlijk met drie, ook zelfs met de bestuurder van de dashcam filmer. Of van misschien nog wel meerdere. Wordt er gevloekt, Dus abonneer ook alsjeblieft op Dashcam Nederlanden. Dank wel voor die beelden. Oké, die gaat van vijf. Oké, dan gaan we eens even terugspoelen. Kom van deze rijvak. Oké, die is zijn pinker aan, gaat naar deze rijvak. Maar deze rijvak is er vrij, dus Koken Perfecto krijgt door. Maar, je moest al heel lang, eigenlijk al hier al zitten, als je hier moest afslaan. Dan zie je wat die doet. Joink. Eén, het is hier ook nog eens rood. Joink, up. En dan nog even inslaan. Ja, door rood rijden ook nog een keer. Ben je op zoek naar een... Oh my god, en dan kijk ik ook nog eens hier als reclame. En die gaan we even eruit knippen. Tweedehands auto? Auto Hero heeft de beste deals voor jou. Bijvoorbeeld deze Peugeot 2008. Nu. Voilà, mensen. Oké, hier zitten we in de binnenstad. Wat doet die grijze auto? Oh my god. Die tijd, oei, daar is geen parkeerplaats. Daar is niks meer vrij. Ik ga even terug verder rijden. Nee. Jee, kijk in die dode hoek. Komt er een auto aan? Wachten, want jij maakt een manoeuvre. Dat de gewone bestuurder gewoon rechtdoor kan rijden. En wacht uw beurt af voor op de straat terug te rijden. Dat heeft gewacht, oké. Maar toch. Kijken. Dubbele rotonde, altijd leuk. Wat gaat hier gebeuren? Ik ga met deze rotonde, oké. Had die fietser haaientanden? Even terugkijken. Ja, fietser had haaientanden. Plus, tweede fout. Fietser reed op de verkeerde rijvak. Die denkt, oké, het is niet voor mij nodig. Ik ga lekker door fietsen. Bam, gisteren op de grond. Met schaafwonden staan... Dat erbij komt kijken. Idioot! Dat zal ik ook wel hebben gezegd. Doe normaal, man! Mafkees! Dat zal ik ook nog eens hebben gezegd. Had je overkijken! Idioot. Dat moest er nog echt mee op tafel gaan. Nee, idioot. Kippen, mooi door de tonden, ja. Hela. Die blauwe auto moest hebben gewacht. Kijk in uw dode hoek! 5XSP 58! OMG! Die dashcam bestuurder zat er bijna tegen. En dan nog zeggen, dankjewel om mij voor te laten. Jij bent gewoon echt, wow. Oké, die is aan het lopen. Oké. Die had wel rood. Dus eigenlijk moest hij gewoon. Oh, een leuk een arrestatie meemaken. Oké. Dan
Zal ik ook een link in de bio opschrijven van de dashcam Nederland en ook mijn link. Holy shit, gamers heb ik gewacht. Die had toch eigenlijk heel genoeg veel zicht van dat er toch een auto op afkomt. Eens even kijken hier. Hier had hij al zicht op deze dashcam, dus die had ook contact. 1, 2 voor, dus die kon perfect er voorbij zien. Dus de derde moest hebben gewacht. Want die heeft een witte lijn. Dus ja, wat die dashcam bestuurder doet. Hup, naar achter, naar achter. Goed gedaan. Goed gedaan. Holy shit! Dat was maar rakelings langs. Dus gaat dan, blijf dan hier op deze reis ook. Of rij hier even achter tot die hier voorbij is en dan gaat dat pas in. Holy shit. Dat was maar een raak. Moet je even in de kast kijken straks. Ja. Oh, dat doe ik. Maar ik ga eerst even die. Oh nee, nee. Oh my god. Dat is erg. Even die. Ja, oh, dat is erg. Maar wel. Een goede reflex van de dashcam bestuurder. Wat is dit nu? Oh! Hier is een brommer die eigenlijk daar niet mag zijn. En die komt in een keer uit de jasteeske. Holy shit. Kijken. Geen een helm. Oh my god. Ah, en toch nog een dankje wel zeggen van oei, ik ben een fout geweest. Sorry. Idioot. Ja, goed gezegd. Idioot. Allee, versnel dan toch. Oh my god, moet die dan met die afrit hebben? Hoe vaak heb ik het al gezegd? Als je de afrit mist, ga rechtdoor. Blijf op de autosnelweg. Bak de eerst voor de afrit. Keer u daar dan om op de andere kant van de autosnelweg te rijden. Ga dan daar terug op de autosnelweg. En pak dan de eerstvolgende afrit terug. En dan is het dan op de juiste bestemming. In plaats van zo onnozele moves te doen. Ja, nou duidelijk. Nou, top geregeld. Even voor mij, die 500 gaat bij Johan eraf. Ja, dat is maar wel voor jou. Laat het maar. Zit die, oh, 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 sorry. Sorry dat ik jouw voorrang afpak. Sorry, sorry. Sorry. We gaan met 1000 euro. Ja. Laten we daar. Oh, goed. Goed gemanoeuvreerd van deze dashcam bestuurder. Maar één, ik denk dat hij zelfs ook veel te hard rijdt op deze baan. Want ik denk dat dat maar een 6 km per uur baan is. En twee, die autobestuurder moest hebben gewacht. Want die zag perfect, je had perfect heel veel zicht. Ziet dus perfect zicht op die genoeg, totdat hij ook aankomt. Wacht even en voeg dan in. Anders heb je dan een aanrijding. Oh, dat is een favoriete liedje van mij. Wat doet die? Ah ja, ik zie het. Hier staan ze dus aan te schuiven. Maar, opnieuw, twee regels. Oké, je wilt naar de andere reishoek. Geen pinker. Geen pinker. Twee, door de hoek. Oei, daar komt verkeer aan. Wacht dan even, toch het wel kunt invoegen. Zodat die dashcam bestuurder geen rare moves moet uitvoeren. En dan nog zo optrekken, dat vind ik ook wel niet kunnen. Om dan toch straat ervoor dan te zijn. Oké, die ene auto gaat naar hier toe. Dit is een opgericht hoor. Oh shit. Ik moet hier terug op. Maar waarom gaat je ja. Oh my god, pak dat toch uw plek dan toch terug, hè, idioot. OMG, kijk, dat bedoel ik, hè.
met hun eigen plek terug in te nemen. Dus die voegt hier terug in, zie die voegt hier in. Die ziet, oei, ik moet hier toch op. Voeg dat direct terug hier in, want die houdt er zich al in. Ja. Wat een domme doos. Of blijf dan even op de pechstrook rijden en rijd dan terug, omdat ik de juiste snelheid heb. De Amazon Prime Deal dagen zijn er. Twee dagen lang topdeals waar je euforie. Oké, wat gaan we hier mee maken? Oh, leuk muziekje. Oh, de bestelwagen. Nee. OMG. Daar heb ik ook nog maar recent meegemaakt met een camion, hè. En een camion had twee camions. Ik denk dat daar één camion in pan stond, dus die had hij dan geholpen. En dat was nog op het recente nieuwste stuk van op de E313B tussen Lummen en Hasselt. En die reed er in één keer gewoon op de autosnelweg terug op. Nee, ga even op de industrieterrein van Lummen. En daar is een rotonde. En ga dan terug op de autosnelweg. Nee, van een stilstaande fase in één keer op de autosnelweg oprijden. Kom. Mm-hmm. Juist hetzelfde met deze kabinetje hieronder. Doe dat alsjeblieft niet. Ga hier op de rijstrook. Oké, je ziet dat hier file is. Sluit alsjeblieft aan op die file. En keer u dan om. Oké, wat gaan we hier mee maken? Het is rood! Het is rood! Oh my god, zag je dat? Joink! Het is rood licht! Nu gaan we een leuke stukje tegen moeten komen. Waarom stop je? Je moet die bus toch niet voorlaten, alsjeblieft! Die toch ga je tanden! Ja, dan zal ik dat ook wel doen, joink joink. Wel slechte beeldkwaliteit. Holy shit. Bestuurder, je moet daar zijn, aan die andere kant van de palken. Niet aan deze kant van de palken, want dat is spookrijden. Zal die dashcam bestuurder hebben gehad? Kippenvel. Gaat die tegen mij zitten, ja of niet? Maar goed, manipulatie van de dashcam bestuurder. Goed gedaan. Blauw duimpje. Tractor, wat doet jij? Oké, tractors moeten wel een ruime bord hebben. Tractor, jij moest hier wel blijven rijden en niet voor die dashcam-bestuurder inrijden, want kijk waar die eerst vandaan komt, van deze rijstrook, dus die moet de binnenste, de buitenste ring nemen en niet de binnenste ring. Je moet toch maar allemaal in zicht hebben hoor, als je een bestuurder bent. Doink! What the fuck? Die valt gewoon. Ik hoor dat die... Hey, chapeau van die dashcam bestuurder. Die is gewoon gaan stilstaan en is gaan kijken voor hulp gaan te bieden. Zo. Zo'n goede gast. Oké, dan gaan we hier. We zien hier weer een motorrijder die... Ja, oké. Die komt... En in zijn fietsen. Nee, fat bikes. Oh, daar had ik heb fat bikes. Ja, de knop. Helm. Ga je tanden, mevrouw. Ga je tanden, mevrouw. Oh, wow. Dat bedoel ik opnieuw, hè. Pak de volgende opslag. En ga niet lekker. Joink. Mensen voorschieten voor hun neus en voor toch die al lastig te hebben. Je brengt jou een gebaar en de andere bestuurders in gebaar. Oh my god, ik zat naar die vrachtwagen te kijken. En het was deze oranje busje. Die oranje busje maakte echt een fout. Kijk hè. Wat rijdt die oranje busje? Stippel in, volle lijn.
is over een volle lijn gegaan, niet over de stippellijn. Hier is die oranje busje opnieuw. Oh, en dan er nog tussenin brengen. Door je hoek kijken. En iedereen weet dat er tussenin kan brengen. En zijn bij de rijstrook recht door. Fietser, jij had rood licht. Jij had rood licht, jij hebt moeten wachten. Gaat die grijze ook nog proberen erop te geraken? Ja, die wou ik er ook nog zien op te geraken. Ja. Holy shit. Door je hoek kijken. Ik denk die grijze auto. Allee. Okay. Wow. Bestuurder, eigenlijk is deze al een fout, want die heeft eigenlijk moeten wachten. Deskbestuurder ook, want daar was iemand die ook een manoeuvre aan het maken was in volle actie. En dan gaat die ook nog eens even zeggen van ik ga die in auto daar nog eens voorbij, die fietsen daar voorbij zeggen die daar op de straat staat. Of wat is het daar, wat daar op de straat staat? Ik wil zeggen, ja, een fietser. Die wilt oversteken. En van waar komt die fietser in één keer? Oké. Okay. Een hele rare situatie. Maar die in de auto bezit moet ook naar een beetje uitkomen kijken. Ah, wel, ik dank je wel, Dashcam Nederland en de andere YouTube-kanaal. Waar was dat nu weer? Ik ga eens even gewoon kijken. Dashcam Verkeer Nederland. Om weer een fantastische filmpjes online te plaatsen. Dankjewel. Ook jullie beschrijving gaat sowieso hier onderaan in de beschrijving ook terechtkomen. Ik dank je wel om weer al om naar deze mooie vlog dashcam beelden te kijken van Nederland uit, van onze noorderburen. Dat is altijd eens leuk. Omwille van, je moet denken, Nederland is 2 keer, misschien 3 keer zo groot als België. Voilà. En tot later allemaal. Yo. Misschien dat ik nog wel ga vloggen. Dat weet ik nog niet. Dus tot straks allemaal. Yo. Zo, ik hoop dat jullie van de dashcambeelden hebben genoten. Dankjewel de 2 YouTube kanalen. Waarvan die het ook hebben online gezet en waar ik een commentaar aan mag opgeven. Dankjewel daarvoor. En de orkaan Kirk is rustig en wel bij ons aan het komen. Hallo orkaan Kirk. Wil jullie alsjeblieft stoppen toch? Waarom heeft altijd een orkaan altijd zoveel regen bij? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat mijn camera, dat mijn gsm was nat aan het worden was. Ik ben een cola fles hier uit mijn auto aan het halen. Voilà. Het is wel goed aan het regenen. Ik hoop dat er hier in Vlaanderen en in Wallonië zeker geen wateroverlast veroorzaakt wordt door de regen en de orkaan Kirk. Hoi. Ik heb toch terug de lift neer was. Drukte ik op een knopje dat mijn camera gaat draaien. Oei, je hoort nog van alles. Stipjes op mijn neus. Kom ik daar aan? Iep. Ah ja, ik heb chocomelk gedronken. Toen ik al de beelden al wat ik heb opgenomen al mijn computer heb gegooid. Ik heb ook weer al een nieuwe Halloween intro. Okay. Ik hoop dat jullie dat van genieten van al mijn nieuwe intro's. Schat, ik heb uw IC niet gevonden, hè. Ik dacht dat ik niet had, maar... Jammer. Alsjeblieft.
Voilà. Ik zal dan ook nog een glas geven. Oeh. Je hoeft geen glas. Nee, want ik heb pas chocomelk op. Alsjeblieft. Dank u. Dus, ja. Maak ik u GoPro. Maak ik u GoPro, oké. Wat mag. Ja. Die ja, alles. Oké. Okay. Voor. Je zit nu toch zelfs klaar met opnemen. Ja. Ja. Je gaat weet wat ik ga doen, maar je gaat. Gaan de kijkers wel een verrassing krijgen? Misschien. Misschien, oké. Okay. Wie weet. Dus de vlog uitkijken, mensen. Tot... Nee, nee. Dat gaat op mijn kanaal dan zijn als ik iets maak. Hè. Ah, oké. Okay. Dat gaat niet op uw kanaal zijn. Jullie hebben het gehoord, hè? Voilà. Allee mensen, ik ga nu even verder knutselen, ook op mijn website, noem maar op. Oh ja, ik wil ook nog een kleine promotie doen. Dus heel snel. Je kunt nog tot en met... Ah nee, dat gaat dus dan niet meer. Bear and Breakfast. Die ga ik ook nog wel even op mijn Epic Games gooien. Dat ik die zeker ook heb in mijn bibliotheek. Dat ik die ooit misschien wel eens kan spelen. Voilà. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen. Ik ben terug vertrokken bij mijn psychiater. En oké, ik weet niet wat met de schat allemaal bezig is. Maar die staat niet op beeld hoor. Maar je hoort haar wel. Piep. Oh, en we hebben echt een heel goed gesprek gehad. Het heeft mij ook terug deugd gedaan. Ik voel me terug wat gelukkiger, zou ik zo zeggen. Dank je wel daarvoor, mijn psychiater, om ja, goed te doen. Maar één probleem, hè. Eén probleem buiten. Ik ga die ook even toeduwen met mijn kont. Voilà. Dit is mijn hand vastgetikt. Ja. Dan, want kijk hè, wat ik moet doen. Jawel. De restante kurk is gearriveerd hier in België. Dat is het zo. Huh? Ja, dat is de rechte weg. Ja. Dus we gaan gewoon rechtdoor, rechtdoor. En dan richting de rooilichten. Ja, de restante kurk is aankomen. Maar we hebben hier toch wel... in Hasselt, Alkenregio, die kanten, toch wel geluk met het water. Want ze hadden echt gezegd van, dat gaat overtollig veel water op ons afkomen. Maar bij ons last van Alken hier. Nee, daar is het momenteel is, nog altijd meegevallen. Maar het kan nog altijd veranderen. Want bij orkanen weet je het nooit. Ja. En wat ook in Florida aan het gebeuren is, echt waar, voor al die mensen, heel veel sterkte. Zullen ook wel Vlamingen ook daar wel wonen? Dus daarom dat ik dat ook in Vlaams ook zeg. Toink. Oh, dat zal ik niet meer, daar zal ik niet rap gaan doen nu. Zo fietsen in de regen. Ja? Oh god. Ik kan toch niet meer hoofdpijn krijgen. Voor op zo'n klein stukje, ja. Ja, ik krimp toch niet van mijn hoofd. Het is ook wel frisser geworden, ja, door de regen. Ik moet wel eerlijk toegeven. Ik heb nu wel spijt dat ik geen jas heb aangedaan. Ja? Ja, ik heb er niet. Ik ook. Ik heb gelukkig die in de auto gevonden. Ja, dat wel, ja. Oh, maar ik ga jullie nu laten. Ik ga ook mijn parkeerticketje erbij pakken. Dat ik direct ook kan betalen. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Ja, wat voor een weer is er nu buiten geworden. Zo s'avonds laat. De orkaankerk is eindelijk gearriveerd. Hier ook in Limburg bij mijn thuis. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh nee, niet oh yeah. Zeg, ik heb nog eens een vraag genoeg aan jullie toe in verband met de dashcambeelden. Zien jullie het zitten om... ik wil daar dus ja, een serie van maken. Dus dat ik het regelmatig... Dus elke week of de twee weken die dashcambeelden eens ga doen als ik er genoeg heb. En dat ik dan daar een aparte video van maak.
Hoe zien jullie dat zitten? Is dat een leuk idee? Ja of nee? Laat het hier alsjeblieft even in de comments weten. Dan kan ik er ook verder op uitbouwen. Ja, ik ben nog van allerlei dingen bezig terwijl dat ik ook aan het vloggen ben. Dingen ook weg aan het gooien. Dit moet weg, dit moet weg. Moet er nog iets weggegooid worden? Hmm. Even kijken hier op tafel. Nee, dat is goed. Nee. Oké. Ik zie hier nog iets. Voilà. Allemaal in de vulzaak. Yeah. Dus maar ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de vlog. Wat ik nu nog ga doen, dat is de vlog subiet nog in op kander steken. Daarna de afwas nog doen. Daarna ga ik me nog douchen. Daarna ga ik nog wat YouTube kijken. En daarna ga ik slapen. Want morgen wordt het een... akelige dag voor mij. Wat bedoel ik daarbij met een akelige dag? Ja, dan krijg ik ook mijn inspuiting tussen mijn ruggenwervels. Hippie-kajé, dus een blauw duimpje voor mij voor die inspuiting. Dat gaat niet leuk zijn, heb ik al gehoord. Niet leuk. Maar ja, als het moet, moet het, hè, mensen. Of moet ik continu verder leven met de pijn? Ik denk het niet. Ik ben hier nu alles zo wat klaar aan het zetten voor de afwas. Ik kan in mijn chocomeltas. Ja, ik heb daar ook nog eens een vrij grond. Waarom heet dat in Nederland chocomel? En hier in België sesimel. Waarom is dat anders? Ik moet jullie ergens gaan tegenzetten. Waarom is dat buiten gehad? Ik weet het niet. Hup. Dan naar hier, dan naar hier. Dan naar hier. Hup, satré. Dat dan zelfs nog leeggooien met een thermos. Dan heb ik hier nog twee tassen staan. Of glazen. Die ik ook nog kan afwassen. Voilà. Dan ga ik mijn gsm als eerst aan leeghalen. De vloggen wat in elkaar steken. Of verder in elkaar steken. En dan terwijl dat ik aan het afwas ben of en gedoucht heb. Misschien dat het dan al klaar is met het in elkaar te steken. Goed, waarschijnlijk niet. Dan kan ik hem misschien dan ook al in de upload gooien. Dat is altijd leuk. Dan heb ik al een zorg minder voor morgen vroeg. Als ik opsta. Want ik denk dat ik wel gestresseerd ga zijn. Ik denk dat ik wel echt stress ga hebben en al angsten ga hebben. Moet ik het hebben? Ik weet het niet. Maar ja, voor jullie, wat jullie nu horen, is voor jullie allemaal vandaag gebeurd. Hè? Dus dan moeten jullie weer wachten tot de volgende vlog, hoe het dus allemaal is gegaan en al. Ik zal jullie ook wel op de hoogte houden, maar dan zal het wel een hele korte vlog zijn. Omwille van, ik mag ook nergens naartoe gaan rijden en al. Voilà. Allee mensen, ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het tingelingeling. Tingelingeling. Tingelingelingelingelingelingelingelingeling. Te drukken. Want zo blijven jullie op de hoogte als er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Ik ga het hier nu helemaal beëindigen. Of anders is deze vlog echt wereld. Veel te lang, of anders kijk ik weer een commentaar van, oh, uw vlog is weer al veel te lang. Ha. Ja, sorry dan, hè. Tot later allemaal. Jojojo.